helaas moeten we voorlopig nog even dicht blijven. We hebben natuurlijk weer een leuk filmpje voor jullie. Vorige week had ik van alle oefeningen alleen maar één kant gefilmd. Dus nu heb ik ook de andere kant gefilmd. Dus ze zitten nu allebei achter elkaar. Dus dat is wel fijn, kan je ze ook allebei oefenen. En natuurlijk een nieuw stukje aan de dans aan het eind. Dus veel plezier. Je mag in de eerste positie gaan staan. En je arm gaat in een repetitie 7-8. En je krijgt een plié 1. Strek op 2. Open 3. En 4 doe je een cirkel met je hoofd. Cirkel naar de bar. Je doet geen rol met je hoofd, maar echt een cirkel. Dus je neus gaat zeg maar naar beneden, naar de bar, omhoog en opzij. Dan doe je een plié accroché. En terug. En dan krijg je een grand plié 1. En 2. Hier weer 3. En 4. En vanaf daar gaan we relevé 5. Relevé 6. Relevé 7. En open naar 2. Begin het hetzelfde, 1 en 2, 3 en 4 en hoofd en 6, plié 7, accroché en terug en 1, 2 en door 3 en 4. Dan gaan we hier naar de bar cambrée, 5, 6 en sluit in de vijfde. Hetzelfde als in het begin, 1, 2, 3, 4, hoofd. 6, even turbo 7, 8. 1, grand plié, 3, 4. Dan doe je een cambrée van de bar af. Kijk over je schouder, arm naar de eerste. Toon, sluit eerst, mag je parallel. Mag je hand los, ga je hoofd beginnen, rol je helemaal af, werf op werf naar beneden. Hand op de grond als het lukt. Dit is 4 tellen, heb je plié 5. Strek 6, plié 7, rol op. Relevé draai uit. En hetzelfde nog een keer. Rol op. 2, 3, 4. Plié. En rol op. En de oefening is afgelopen. Dan stopt de muziek en dan draaien we over de andere kant. Yes, let's go. Thank you.
combinatie 7-8. Dan doe je langzaam met je arm omhoog in 4 tellen, terwijl je ook 4 keer een tandu maakt. Dus je krijgt en 1, en 2, en 3, en 4. Kijk weg van je been. Kijk weg van je been. En een balletje val in 3J. Dan deden we hetzelfde achter. En sluit, en sluit, en sluit, en sluit. Kijk naar je been. Kijk naar je been. En in, uit, sluit. Dan hadden we deel 2. Dat hadden we vorige week nog niet gedaan. We doen tandu voor. Andere been achter. En zij. En voor. En achter. En we voor. En we zij. En we achter. Er zit een systeem in. Je wisselt in ieder geval continu van been. Dus je krijgt eentje voor. En achter. Eentje zij. En je binnenbeen. Binnenbeen kan maar één kant op. Want ik kan alleen maar hier naar voren. Ja? Die gaan we even opzij. Dan doen we een wissel. Achter. Voor, zij, binnenbeen. Ja? Als je kan, dan mag je ook meekijken. Dus mijn hoofd een klein beetje schuin is in de lijn met mijn voet. Ik zou het niet zo doen. Als je naar achter gaat, doe je dat. Dus je kijkt een beetje over je hand en in je hand. Dus je kijkt en de sluit en de sluit. Kijk naar voren en de sluit en de in en de in. Kijk naar voren en de in. Daarna gaat je voet aan je knie. Heb je ruttereen achter de balans? Gaat die in en doen we de hele oefening nog een keer. Ja? Dus we hadden over 4 tellen met 4 tandu's. Hier 2 tandu's zijn. Kijk weg van deze voet. Kijk weg van die voet. En een balletje val. 4 tandu's achter. Kijk naar je voet. Kijk naar je voet. En een balletje val. Yes? Tweede flip dat ik net heb gedaan. Daar gaat heel muziek. Tussendoor probeer je steeds die armen mooi in de tweede tellen, zodat ze niet met je gaan hangen. Ze worden op een gegeven moment moe.
tweede. De tweede keer dat we het doen, krijg je eerst de korte braak. Gaat hij helemaal door, open, gaan we weer terug, doen we de eerste korte braak de andere kant op. En dan doen we nog een keer, eerste korte braak open en terug, andere kant. Het gevaar is dat op een gegeven moment de benen sneller gaan dan de armen. Dus als ik hier heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ziet dus dat mijn armen gaan altijd over 8 tellen. Maar mijn benen gaan alleen in het begin 8 keer, 8 keer. Daarna gaan ze natuurlijk minder vaak. Dus dat is het verwarrende stukje. Dus we doen het twee keer. Eén keer zonder de armen. Mag je ze lekker hier houden. En de tweede keer doen we met de port de bras mee. Ja, kom lekker staan voor de eerste. Daar gaan we. Vanaf het begin, en
dit doe je naar voren. Voet gaat vier voor de knie naar de twee armen. De eerste. Vouw uit naar voren. Je kiest je eigen hoogte. Dan krijg ik een amfobeen. Dan gaat hij weer terug. Knie opent. Voet gaat weer terug naar je knie. Vanuit daar weer nog een keer met plié. Goed die knie over je teen laten gaan. Dan nu passé. Sluit achter. Andere been. Vier voor de knie naar de twee. Vouw uit naar voren. Even B. Tandu sluit. Gaat je achterspin uit 5. Tandu 6. Kijk mee over je hand. Tandu 7. Hand weer terug aan de bar. Open die armen. Sluit 8. Krijg je twee keer deze mee opzij. 1, 2, 3, 4. Sluit achter. Hier ook goede pieren met hierheen. Sluit voor. En een balans. 1 keer 8. En dan kan die hele oefening nog een keer. Ja, dan gaan we op muziek. Thank you.
plié 2. Omhoog 3, neer 4. Doe je nog een keer. 5, 6. Maar dan doe je een hele draai. Op 7, 8. Dan doe je nog een derde keer. 1, 2, hele draai. 3, 4. En dan doe je de laatste. Mag je naar zij. Mag je naar de vierde positie. Gaat je voet aan je knie. En dan zet je hem weg naar de vierde. Vanaf daar kun je meteen je achterste voet insluiten. En dan kan je links. 2, op. En neer. En uit. 2, op. En neer. Uit. 2, op. En neer. En uit. 2, 3. Stap. Yes? Zorg dat je in je draai goed je armen in de eerste positie houdt. Ik heb het in de online les ook gedaan, of in de Zoomles eigenlijk. En het helpt echt voor je balans heel goed als je armen daar echt houdt. Dus niet naar beneden gaan, omhoog of open. Maar goed in de eerste. Ja, kom lekker staan. Dus je had hier geëindigd.
Dan krijg je een chassis plus je linkerarm. Je rechterarm omhoog. Dan gaat ze bovenlangs, kruis voor, naar meer wat modernachtige armen. Dan ga ik mijn armen via zij naar voren doen, terwijl ik naar achter stap met rechts, met links. En dan krijg je, en stap naar voren, pique susu. Je twee been komt voor, dus ik stap en op. En dan komen armen via zij erbij. Dus ik kijk over mijn rechterhand en in de spiegel. Ja, dus we hadden gedaan. 7, 8 en de 1, 2, 3, 4, uit de beste 5, 6, 7, 8 en chassé. En 2, en 3, en 4, kijk je ook naar beneden, kijk naar voren, kijk naar voren, kijk over en in de spiegel. Yes, nog één keer. En 6, 7, 8 en de 1, langzaam, lang. En nu uit, terug, naar rechts en chassé, en arm, en boven, langs, en loop, en loop, en op, en sta. Doe dit stukje voor muziek. Ook en weer een nieuw stukje aan de dans. Dus hopelijk tot volgende week. Doei doei!